Voordat ik de premier stevig ga kapittelen over het schandalige ontslag van oud-staatssecretaris Mona Keijzer, wil ik hem eerst vanuit hier veel sterkte wensen met de vreselijke bedreigingen tegen hem. Niemand, maar dan ook helemaal niemand, verdient het om met geweld te worden gebreigd voor zijn mening of zijn beleid of wat dan ook en daardoor zijn vrijheid of een deel daarvan kwijt te raken. Sterkte. Goed, voorzitter. Nu terug naar het onderwerp van de mondelinge vragen. Het is met geen pen te beschrijven wat er afgelopen weekend is gebeurd ten aanzien van de inmiddels oud-secretaris, staatssecretaris mevrouw Keijzer. Eindelijk stond er iemand uit het kabinet op die publiekelijk de waarheid sprak over dat vreselijke coronatoegangsbewijs en nee zei tegen het wanbeleid van minister Hugo de Jonge. Mevrouw Keijzer vond invoering van die pas als lid van het kabinet, maar ook als CDA, niet uit te leggen. En ze had daar ook hele goede reden voor. Redenen die ook wij hier vaak gebruikt hebben. Zoals het feit dat al meer dan 85% van de mensen in Nederland is gevaccineerd. Dat er nauwelijks nog mensen met corona op de IC's liggen. Dat we geen samenleving willen waar een tweedeling ontstaat tussen mensen met en mensen zonder een QR-code. En het is ook niet uit te leggen dat je in de winkels zonder bewijs mag winkelen, maar als je daarna samen wat gaat drinken, je ineens een coronatoegangsbewijs nodig hebt. En inderdaad, de horeca, de evenementenbranche moeten terug naar het oude normaal, zoals heel Nederland terug moet naar het oude normaal. Voorzitter, de conclusie is dat Mona Keijzer niets dan de waarheid sprak. En in plaats dat er naar haar argumenten werd geluisterd of dat op zijn minst een gezond tegengeluid werd gekoesterd, werd ze binnen een paar uur op straat geschopt. Ontslagen door Rutte. Ongetwijfeld nadat haar partijgenoot Hugo de Jonge om haar politieke nek had gevraagd. Tot zover de nieuwe bestuurscultuur. En mijn vraag aan premier Rutte is, waarom heeft u dit gedaan en waarom stapt u samen met de heer de Jonge zelf niet op?